Vandaag staat de opening van noodopvang Heumensoord bij Nijmegen op de planning. Bus na bus wordt vanuit hier gedirigeerd. Deze planning is redelijk ad hoc. Natuurlijk zijn we voorbereid en weten we dat er op een gegeven moment, in dit geval net als vandaag, asielzoekers opgevangen moeten worden in Nijmegen. En dat er dus grote vervoerstromen zitten aan te komen. Dus in die zin zijn we voorbereid. We weten nooit exact wanneer de opdrachten komen en in welke mate ze in een kort tijdsbestek binnenkomen. Alle hands aan dek. Verloven worden ingetrokken tot nader order. Een kwart van de ritten kan de vervoerder aan met eigen materieel. Het overgrote deel wordt ingehuurd via andere vervoersbedrijven. Het vraagt natuurlijk heel veel van je organisatie. En dus het wordt natuurlijk wel, gaat het ergens tijd worden dat we wel weten hoe lang dit op deze manier voort gaat duren. Zodat we wel definitieve aanpassingen indien nodig in onze organisatie erop af kunnen gaan stemmen. Bijvoorbeeld extra mensen aan. Bijvoorbeeld extra mensen, extra voertuigen. Minimaal 150 chauffeurs zijn dagelijks in de weer. Bussen vol passagiers met karrenvrachten leed op de schouders. Het laat niemand koud binnen het bedrijf. De mensen die we voeren zijn mensen en onze medewerkers zijn ook mensen. Dus natuurlijk heeft dat impact op je. En als je dat dag in dag uit doet, moeten we daar niet te lichtzinnig over denken. Het is een klein beetje een gemengd gevoel. Hè? Want in principe maken wij geld, hè? Maken wij omzet met ritopdrachten voor mensen die toch een minder leuke achtergrond hebben. Maar je voegt wel iets toe. En je ziet, de behoefte is er, de vervoerstroom is er. Deze mensen moeten vervoerd worden. En je ziet ook dat de mensen blij zijn dat ze vervoerd worden. En dat geeft ons, maar ook onze chauffeurs op de weg, een goed gevoel. In zijn lange geschiedenis staat het bedrijf voor de grootste logistieke uitdaging ooit. Munkhof uit Horst is gevraagd om de klus te klaren. Een twijfelachtige eer is dat, stellen ze hier.